Hallo, daar ben ik weer. Ik heb vandaag weer een nieuwe mod en daar gaan we naar kijken. Het is tof, het is enorm vet. Dus we gaan gewoon snel en gelijk aan beginnen. Deze mod heet de Bosses of Mass Destruction mod. En deze mod voegt op dit moment in ieder geval drie nieuwe bosses toe aan Minecraft. De eerste boss waar we naar gaan kijken, dat is de boss van de Overworld. En deze boss die verschijnt eigenlijk automatisch wanneer je een bepaald aantal undead mobs, oftewel zombies, skeletons, creepers, etc. gekillt hebt. En hoe wij hem vandaag even te pakken gaan krijgen, is we gaan dit command intikken. Summon the boss of mass destruction lich. En dan gaat hij verschijnen. En hier zien we hem. Dit is de lich, de night lich. Hij zorgt ervoor dat het permanent nacht is. Hij heeft een aantal moves, een aantal aanvallen, die ga ik jullie zo meteen laten zien. Door in een gevecht met hem te gaan. En hij is behoorlijk sterk. Dus zorg ervoor dat je goede armor meebrengt. Zoals je kan zien, mijn hotbar is op dit moment behoorlijk geladen. Ik zal kijken of ik hem. Kijk, dit is een hit met een Sharpness 5 Netherite zwaard. Hè? Dus hou even in gedachten, je gaat moeite hebben wanneer je hiermee bezig bent. Mijn wereld staat op dit moment op easy. Puur alleen omdat deze man echt wel overpowered is in hard mode. En we geen niet de hele dag de tijd hebben. Ik ga mijn best doen om voor jullie te zorgen dat alle aanvallen in beeld komen. Maar verder, we gaan ook niet de tijd nemen om echt te verslaan, want dan zijn we een half uur bezig. Goed, we gaan naar game mode survival. En dan gaan we afgeslacht worden door de Night Lich. Daar is die. Oké, ik heb een bow met power 5 en harming arrows. Oh, kijk, als een van zijn moves is dat hij die dingen summoned. Hij heeft me nu ook slowness gegeven. Waardoor het richten van de arrows een heel stuk moeilijker wordt. Dat is hoeveel damage ik net. En dat is dus een enorme bom die hij dropt. Jullie kunnen mijn hotbar zien. Ik ben op dit moment behoorlijk stacked. Maar tegen deze man maakt het weinig uit. Je moet echt wel gewoon je best doen. En dat doe ik. Dat was een van zijn andere moves. Dat is een grote bom die erop. Dus bovenin bij de health bar ook kan zien. Hij heeft een aantal stages waar hij doorheen gaat. En wanneer hij door alle stages heen is gegaan, dan is hij dood natuurlijk. Maar per stage wordt hij moeilijker en wordt hij sterker. En als je denkt op dit moment dat hij nu al sterk is en overpowered, wacht maar tot je hem in de latere stages ziet. Trouwens, oké, dit is een van zijn andere moves. Het is omdat wij deze stage niet gehad hebben. Heeft hij die witte ring om zich heen. Oké, we moeten opletten met die dingen. Want en hier hebben we nog een van zijn nieuwe moves. Dat is zijn kruisschoten die hij afvuurt. Wat hij nu weer doet, geen idee. Ik probeer hem vooral gewoon te raken met mijn arrows. Dat doet behoorlijke damage met een power 5 boog en instant damage. Kijk, dat is hoe die summoning. Dit zijn die summoning circles die je hier ziet. Oké, we zijn door stage 2 heen. Dus je kan zien, nu begint hij echt die enorme bommen behoorlijk te spammen. Ik heb ondertussen wel een klein beetje ervaring met het verslaan van deze man. Ik heb het al geoefend natuurlijk om het aan jullie goed te kunnen laten zien. Nog één schot raken en dan zitten we in zijn laatste stadium. Hij is behoorlijk sterk, begrijp me niet verkeerd. Hij is echt een beest. Het is niet een mob waarvan je gewoon eventjes met je iron armor tegenaan wil gaan. Ik zou hem ook aanbevelen om dit vooral in multiplayer te doen. Kijk, ja, we zijn nu in de laatste fase aangekomen. De laatste fase is volgens mij, uit mijn ervaring, niet zo'n groot verschil met met de derde fase. Maar dat kan ik natuurlijk mis hebben. Yes, en dat was hem. Goed, zoals je kan zien, hij dropt wat diamonds, hij dropt wat bones en wat enchanted boeken. We zullen zo de enchanted boeken bekijken. Ik ga eerst even snel mijn game zetten naar creative. Zo. Eens even zien, wat hebben we gekregen aan boeken? We hebben drie enchanted boeken gekregen. Eentje is een Smite 4 boek, eentje is een Respiration 3 en eentje is een Curse of Vanishing. De boeken zijn best wel enorm slecht voor een gevecht als dit. Deze boss, zoals ik aangaf, hij is echt wel moeilijk. Ik kan je laten zien, ik gebruik de Poison Arrows en ik gebruik de Arrows of Harming. Het grootste gedeelte zijn Poison Arrows geweest tijdens deze battle, zie ik nu. Maar deze boss is echt niks om geen geintjes mee te maken. Dus ik zou zeggen dat hij wel sterker is dan de Wither. Maar dat komt vooral omdat je voor de Wither kan je plannen waar je hem wil bevechten. Dus die heeft minder het aerial gedeelte wat deze boss absoluut wel heeft.
Oké, het enige wat ik eigenlijk gedaan heb is gewoon een paar blokken wegbreken. En nu is de boss aanwezig. Dus laten we van dichtbij even gaan kijken hoe die eruit ziet. Ik vind hem enorm tof. Hij doet me een beetje denken aan zo'n boss uit Mario, de 64. Die handen waar je er toen de tijd moest, tegen moest vechten. Ik vind hem wel tof. Hij valt niet aan, tenzij jij hem aanvalt. En dat geeft ons een mooie kans om te gaan voor een crystal. Dus... En dat doet helemaal niks. Het gaat puur om melee attacks blijkbaar bij deze man. Dus geen probleem op zich. Ik zal proberen zijn aanval te laten zien. Dat is er één van. Die gewoon volle snelheid met een hand inrijdt. Dat is het enige wat hij doet tijdens de eerste stage. En dat op zich zit er nog wel even goed. Kom dan. En ik probeer hem in het oog te slaan. Maar dat wil nog even niet. Kom gewoon op hem af. Eigenlijk waarom we het schild aan hebben is zodat we deze aanval met gemak kunnen blokken. Kom dan. Okay, hij vliegt. Hij kan ook net zoals de vorige boss behoorlijk goed alle attacks dodgen. Ik zal je laten zien, arrows hebben geen enkel effect op hem. Die knalt gewoon er zo weer vanaf. Dus het heeft ook weinig zin om arrows te gebruiken in deze battle. Kijk, hier hebben we een nieuwe aanval van hem. De laser attack die hij gebruikt. Zorg dat je een breaking op je schild hebt, want anders gaat hij er met gemak doorheen. Een ander ding wat een tip die ik je mee kan geven is, hij komt al eens vast te zitten in de lava. Maak daar gewoon gebruik van. Kijk, en nu moet hij toch een keer naar beneden toe. En dan... Kijk, deze attack met zijn laser... Oog, hallo, hallo, hallo. Dat is een gevaarlijke attack, vooral als dungeon vlak boven een lava lake zou zitten. Gelukkig is dat nu niet het geval. En valt het allemaal nog mee. Kijk, dit is zijn derde attack. En volgens mij daarmee ook zijn laatste attack. En hij is op zich wel top. Ik zal kijken of ik kan vinden hoe we hem even doden. Nogmaals, ik ga niet het hele gevecht aanhalen. Ik heb jullie laten zien, hij is behoorlijk sterk. Het kost dan misschien veel tijd in de video. Maar jullie hebben zijn attacks kunnen zien, dus jullie weten wat ik kan. En als jullie tegen hem willen vechten, moet je gewoon zelf een keer een poging doen. Dat zou ik aanbevelen. En dan kunnen we zo meteen door naar de derde boss. Ik zal even kijken of ik hem dood kan krijgen daar. Oké, we zijn aangekomen bij de derde boss. Ik moet helaas even de dood van de Gauntlet houden jullie even van me te goed, helaas. Dat heeft te maken met dat het gewoon, hij wilde niet dood van geen enkele manier. Dus ja, en hij begon zijn helft te regenen wanneer ik naar creative toe ga. Dus we zijn nu hier. En we zijn bij dit structure. En het is een bijzonder iets eigenlijk. Dit hele ding is gevuld. Dus je zou denken dat daar wat in zou zitten. Maar dat valt toch tegen. Wat je nodig hebt is een Eye of Ender. Op zich niks al te bijzonders. En die plop je hier gewoon in. En dan wacht je een paar tellen af. En boom, daar is de Obsidilith. Obsidilith. Goed. Om te laten zien wat de attacks van deze Obsidilith zijn, ga ik weer wisselen naar Game Mode Survival. En ik heb een manier gevonden die heel goed werkt op zich tegen de Obsidilith. Dat is dit. Dit werkt wonders tegen hem. Hij heeft een attack als deze waarmee hij probeert van een platform af te gooien. En dan heeft hij dit, wanneer hij deze dingen summont. Ik heb geen pickaxe bij me, besef ik me nu. Hij kan teleporteren zoals je ziet. En op dit moment, ik moet die dingen breken, want eerder kan ik hem geen damage doen. Daarvoor ga ik toch even wisselen terug weer naar creative. Want het heeft weinig zin om dit te blijven doen als ik die dingen niet kan breken. Ik zal je laten zien. Normaal gebruik ik hier gewoon een pickaxe voor het breken van deze... Obsidilith runes. Kijk. En boom, daar hebben we hem. Nou, dan zal ik... Nu kunnen we weer terug naar de survival. Ik zal nog even wat meer damage. En nu zitten we in het laatste stadium. Dus we gaan zien. Hij summont opnieuw de runes. Ik zal hem rustig zijn ding laten doen. Ik ga hem niet doden nog. Ik wil de attacks laten zien. Hij heeft deze cirkel boven langs. Dan teleporteert hij zich naast mij. Zoals je kan zien, ik kan hem echt niet damagen op dit moment. Geen enkele mogelijkheid om hier damage te doen.
Arrows doen ook niks. Arrows doen sowieso niks bij deze, maar... Kijk, hij teleporteert en dan summit hij volgens mij naar boven toe. En dan is dat in ieder geval de bedoeling. Zie je, dan geven we weer de slowness. En dat zijn een beetje de attacks van de Obsidlyph. Ik zal hem even doden, want deze heeft nog wel een leuke doodga-scène. Hij heeft een leuke death animation. Even kijken. Het constant moeten breken van de runes, dat is zeker een dingetje. Even kijken. Boom, 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 boom. En dan gebeurt dit. Hij summont deze belachelijke obsidian toren. En daarbovenop, als je er bovenop weet te klimmen, staat één shulkerbox voor je. Nou, in deze shulkerbox zit me toch een partij geweldige loot waar je echt zin in hebt. Het is een beetje obsidian. Diamond armor op zich. Het is geen slechte diamond armor. Maar het is... ja, je kan net zo goed hier... Als je toch in de end bent, kan je net zo goed de ships en dat soort dingen langs. Over het algemeen. De bosses of self-destruction mod is awesome. Want de bosses zijn cool en vet om mee te vechten. De rewards... kunnen nog wel wat beter. De beloningen zijn zoals je hier kan zien... Het is echt heel erg vanilla nog. Ik zou toch zeggen... Douw hier een paar totems in. Als je per se vanilla loot aan wil houden... Of maak hier netherite gear van. Of in ieder geval netherite ingots. Want als je hem hebt weten te verslaan... heb je echt geen diamond sword meer nodig. Dus er zit in dat opzicht heel weinig progression echt in de loot. Je raakt meer kwijt aan dit gevecht... dan dat je ermee oplevert. Maar het is in dat opzicht... hoe dan ook een leuke toevoeging aan je wereld op dit moment. Puur en alleen maar... zodat je in je wereld weer wat nieuws te doen hebt... om met een paar bosses te vechten. Over het algemeen, ik zou zeggen een goede mod. En als je hem zelf wilt proberen, de link staat in de beschrijving van de video. En dan kun je hem zelf spelen. Goed, zover dat was ik. Als je van deze mod showcase hebt genoten, drop dan een like, een comment, een subscribe. Je weet hoe het gaat. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende mod showcase. Als jullie dus nog suggesties hebben voor een mod die ik een mod showcase van zou moeten doen, laat het ook even weten in de comments. En dan zie ik het graag voorbij komen. Hoe dan ook, ik was de Verloren Gamer en ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Tot ziens!